En hier een hele goede morgen. Welkom bij deze vrijdag. Nou, mijn SD-kaart was vol, dus ik heb het een en ander verwijderd. Ik heb net een was erin gedaan, een luierwas. En het huis is weer een tyfuszooi. Ik weet niet hoe we het doen af en toe, maar het is echt... Zo is het netjes en zo is het rommelig. Ik ga een grote tas pakken met spullen voor mijn moeder. En vooral voor naar de sauna. Popkindje zit even in de box. Ja. Ik ga even de... gordijn hier open doen zodat er iets meer licht binnenkomt. De was opvouwen. En misschien ook even een raampje openzetten. Voor de frisse lucht. En de kerstlampjes aan. Voor de sfeer. Dus ja, ik merk dat ik een beetje druk in mijn hoofd ben. En nog steeds niet helemaal happy de peppy. Vee wilde mijn vlogcamera pakken. Dat mag niet. Ja, het is wat het is. Ik heb gisteren nog deze gegeven van Jeff. Ik vind je lief. Schattig, hij heeft hem deels opgegeten. Ja, we hadden gisteren dus ook een argumentje over vee. Tenminste, we hadden daar even een andere mening over. Dus het was ook gisteren niet zo heel gezellig als ik de 8 jaar had willen vieren. Dus ik kijk eigenlijk juist wel uit naar het weekend, dat het dan even wat gezelliger is. Ik denk dat we er allebei wel even aan toe zijn om weer even een date te hebben. We hebben dat niet heel vaak, dus wat dat betreft. Ja, is het ook wel goed om dat samen te hebben en samen naar de sauna te gaan. Ik heb er zo'n zin in. We moeten straks nog testen voor toegang. Voor morgen dan. Mijn moeder is wel ziek, dus ik vraag me wel even af. Ik hoop dat alles nog door kan gaan, want mijn moeder gaat oppassen. En ja, mijn stiefvader en mijn zus zijn er natuurlijk ook, maar ja... Ik weet niet, als zij zich heel erg kut voelt, weet ik niet of ze er zin in heeft om dat wij over vloer komen en I don't know. Dus wordt vervolgd. Maar eerst deze shit maar eens fixen. Holy shit. Nou, het is inmiddels rond 11 uur. Vee die slaapt bijna, dus ik heb haar even laten liggen. Ik voel mijn maag knorren, dus misschien moet ik maar gewoon even gaan eten. Ik snap niet waarom ik dat niet eerder heb gedaan. Maar goed, eindelijk mag granola een keer uitproberen. Ik ga de helft van deze in een bakje doen. En dan met zelfgemaakte granola. Ik hoop dat hij lekker is. En nee, mijn hoofd is echt overal. Ik heb echt chaos in mijn hoofd. Ik ben ondertussen deels spullen aan het pakken. Ja. Dat. Waarschijnlijk gaat het wel door. Morgen sauna en zo. En ik voel echt van alles dat ik er zo aan toe ben om gewoon weer even tussenuit te gaan met Jeff. En ik en Jeff hebben het ook even nodig. Ja, wat dat betreft, je moet die momenten ook gewoon pakken als partner zijnde. Maar het is wel lastig. En ik vind het ook wel gek om Vee voor het eerst een nachtje alleen te laten. Nou ja, alleen. Dus in goede handen bij mijn moeder. Maar ja, het is wel een gek idee. Maar ja, we worden nu meerdere keren per nacht wakker ook. Eigenlijk al heel lange tijd. Dus het lijkt me ook wel heel lekker om een keer echt een nacht door te slapen zonder wakker te worden. Ik weet al gewoon bij dieper hoe dat is. Echt. Terwijl, ja, op zich vind ik het ook prima met Vee. En als ze wakker wordt, dan wordt ze wakker. Maar het lijkt me ook gewoon echt lekker om weer even een nachtje gewoon aan één stuk door te slapen. Can't wait. Nou, heb je even. Jeff is inmiddels thuis. Vee is in de box. Volgens mij in een van de laatste shots zei ik... Oh, ik heb zoveel zin om morgen naar de sauna te gaan. Chill dat we straks naar mijn moeder gaan. En dat. Nou, dat plan is even gewijzigd wellicht. Komt erop neer. Mijn moeder die heeft koorts en voelt zich niet lekker. Dus dat is super kut. Voor haar natuurlijk. En sowieso niet chill dat mijn moeder ziek is. Maar toen dacht ik, dan heb je nog mijn stiefvader en Jess over. Nu moet Jess eigenlijk 2 dagen achter elkaar werken. En Art voelt zich ook niet zo lekker. En die wil voor mijn moeder zorgen. Dus, en de sauna en overnachting zit allemaal in de buurt van mijn moeder. Want dat is handig, als zij oppassen, dacht ik. Maar nu is dus even de vraag of dat eigenlijk door kan gaan. Nou moeten we sowieso de overnachting betalen als we die zo kort af annuleren. En de sauna eigenlijk ook, want dat was een actie en die loopt daarna niet meer. Dus het kan anders niet meer geregeld worden. Dus nu heb ik hals over kop mijn vader gebeld. En Anouk en Michiel, of zij misschien eventueel iets kunnen betekenen voor ons.
Mijn vader zou eventueel overdag kunnen, maar die komt 5 uur nog terug of dat kan of niet. En Anouk en Giel heb ik met Giel nog niet gesproken, dus Anouk die zei dat het oké was. Maar ja, die hebben nog nooit eerder met een baby de hele nacht gezeten, dus dan wil ik sowieso helemaal uitgebreid uitleggen hoe dat werkt. Daarnaast hebben zij ook geen spullen in huis, dus waar mijn moeder alles voor een baby in huis heeft, moeten we dan sowieso de maxi-cosi, schoonkussen, ledikantje, luiers, kleertjes, alles wat ik nu even niet kan bedenken, meenemen daarheen. Flesjes, melk. Mijn moeders vriezer ligt ook vol met melk. Dus dacht handig, want dan is er genoeg voeding. Gelukkig hebben we hier wel heel veel in de vriezer, maar ik weet uit mijn hoofd niet hoeveel. Volgens mij wel genoeg, maar ja, dat zou dan ook mee moeten nemen daarheen. Dus het is best wel gedoe. Dan zou sowieso mijn vader dus niet de nacht kunnen oppassen. Dus dat is nog even de vraag of Anouk en Giel dat zouden moeten doen. Dus ik ben druk bezig met een plan B eventueel verzinnen. Maar het is echt bijna niet te doen. En tegelijkertijd vind ik het van Anouk, Giel en mijn vader ook echt fucking lief dat ze überhaupt erover na willen denken. Want het is natuurlijk super kort dag om even een dag van tevoren te vragen. Yo, wil je de hele dag op mijn kind passen? En als het dan nog een kind is van 3 jaar of zo die zichzelf ook prima kan vermaken. En voor zichzelf kan zorgen en die je gewoon een boterham geeft. Dat is wel even een ander verhaal dan een baby. Die gewoon veel meer zorg nodig heeft. En dus ik had ook bijna zoiets van, moeten we het niet gewoon afblazen? Maar tegelijkertijd denk ik ook echt van, ja, we hebben het echt nodig. En nou ja, nodig, hè. Hoezeer is nodig? Het is gewoon een luxe natuurlijk. Dus je kan het ook afblazen als het niet doorgaat. Maar we moeten er sowieso voor betalen. En ja, ik weet niet. Voor mijn gevoel vond ik het zo fijn om eindelijk met Jeff een keertje even weg te gaan. Dus mijn moedergevoel die zegt eigenlijk van, joh, mama. Mijn moedergevoel zegt eigenlijk van, nou, blaas het allemaal af. Blijf gewoon lekker bij Vee. Dan is er allemaal geen stress. Maar tegelijkertijd heb ik ook zoiets van, ja, Jeff en ik doen dan nooit iets 1-op-1. En voor 8 jaar vond ik het eigenlijk zo leuk om dan toch iets te doen. Maar ja, het is wel heel veel geregeld. Het is ook echt allemaal in de buurt van mijn moeder. Dus moet je je even voorstellen, mijn vader woont aan de ene kant van Nederland en mijn moeder woont aan de andere kant van Nederland. Dus we zouden dan eerst 1 uur of 3 kwartier naar mijn vader moeten reizen. Dan meer dan 1 uur naar die sauna. En dan wonen Anouk en Giel ook niet om de hoek. Maar die zouden dan eventueel haar ophalen bij mijn vader. Dus we moeten de maxi-cosi dan ook 8 uur laten. Ik weet, momenteel raadt het echt in mijn hoofd. Mijn broertje heeft nog geen toestemming gegeven. Dus ik weet niet of het überhaupt dat plan B zou lukken. Kijk, ik hoop natuurlijk dat mijn moeder straks zegt van, oh, ik voel me toch wel een stuk beter. En of dat mijn stiefvader zegt van, joh, het kan wel of weet ik veel wat. Dan zou het natuurlijk chill zijn bij mijn moeder, omdat alles in de buurt daarvan is. Maar oh, ik had dit wel echt onderschat. Wij gaan ook echt nooit weg. En dan de keer dat we weggaan, dan ja, is het natuurlijk toch lastig. Maar ja, ik weet inmiddels dat ziek zijn geen keuze is. En ik vind het natuurlijk het meest vervelend voor mijn moeder die ziek is. Want dat gun ik haar totaal niet. En ik heb veel liever dat mijn moeder zich gewoon goed voelt, los van wat we hebben afgesproken. En dit is natuurlijk ergens gewoon een luxe probleem, want hoe erg heb je een sauna en een overnachting nodig? Nou ja, dat is natuurlijk geen must. Maar tegelijkertijd zou ik wel fijn vinden als het door zou gaan. Maar ik wil ook dat Vee gewoon in goede handen is en dat iedereen goed voor haar kan zorgen die dan eventueel op haar past. Dus ja. En wat je gemist hebt is dat ik een stuk pizza in mijn mond heb gedouwd. Die nog over was van gisteren. En er zitten broodjes in de oven. Dus we gaan eerst zomaar even eten. Ik wilde eigenlijk meteen daarna een zelftest doen en dan naar mijn moeder. Dat gaat dus voorlopig niet door. Die zelftest moeten we sowieso nog doen. Maar ja, als we de hele avond thuis blijven, dan kunnen we die net zo goed vanavond doen. Zo'n test bij de gebeuren. Ja, zo'n test voor toegang ding. En dus om 5 uur hebben we ongeveer meer duidelijkheid. Want toen heb ik gevraagd of mijn stiefvader en mijn moeder dan kunnen aangeven of ze denken dat het kan. Ja, alles in mijn hoofd is even veel en wordt vervolgd. Maar ik heb wel echt onderschat, ja, hoeveel geregeld het eigenlijk is om iemand op je kind te laten oppassen. En als diegene dan niet kan, om dan even een dag van tevoren een backup te regelen. Dat heb ik echt zwaar onderschat. Dus bij deze respect voor alle moeders die dit al eerder hebben gedaan. En vaders. It's not easy.
Nou, the word is out. Mijn moeder voelt zich gelukkig een stukje beter. Dus we gaan nu daarheen. En dan blijven we daar ook avondeten. Want we hadden toch nog niet echt avondeten geregeld. Dus het komt wel goed uit. Dus we zijn nu als een gek de laatste dingen aan het pakken. Somehow denk je dat je spullen gepakt hebt. En dan last minute moeten er toch altijd nog dingen gepakt worden. Zoals ik bijvoorbeeld ook slippers vergeten. Maar dat is best wel chill bij de sauna. Want het is echt disgusting. Volgens mij ben je sommige gedeeltes ook verplicht om slippers te hebben. Dus er wordt hier ja geknikt door mijn compagnon. Dus ik ga zo even de auto halen. Eerst twee eten geven en dan let go. Wel echt super chill eigenlijk. Want het was toch wel... Ik vond het super lief van mijn broertje en Anouk. En mijn broertje heet trouwens Michiel, hoi. En mijn vader dat ze mee wilden denken met ons. En dat ze ons plan B wilden zijn. Maar ook wat chill dat het niet nodig is. Want ja, we hadden anders ook heel veel spullen mee moeten nemen naar hun. En voor hun was het ook wel kort dag natuurlijk. Maar ik vind het echt zo lief dat ze wilden bijspringen. Dus, maar wel chill dat het niet hoeft. Want alles, zowel die sauna als die Airbnb, is best wel dicht bij mijn moeder. En anders moesten we toch echt best wel heen en weer rijden. Maar dat hoeft dus niet. Dus, alles komt goed. Nou, ik heb net weer eten gegeven. En nu ga ik de auto halen. Oh, ik ben echt blij. Ik ben ten eerste blij dat het goed met mijn moeder gaat. In ieder geval beter. En ik ben blij dat ons sauna tripje gewoon helemaal doorgaat met overnachting. Kun je wachten? Nou, we hebben net spaghetti gegeten bij mijn moeder en vee afgegeven. En we gaan nog even een corona toegangstest doen, want dat wouden we eigenlijk vergeten. Toen dachten we, shit, moeten we nog wel hebben voor morgen naar de sauna. En in plaats van morgen haasten, dachten we, we doen er nu even tranquilo eentje. Dus je hebt het een navigatie. Ja. We gaan papa en mam lekker testen. En wat chill dat Veetje nu in goede handen is. En dat wij spaghetti achter de kiezen hebben. Mam, als je dit ziet, hij was lekker. Hij was lekker. Oh, wat kut. Ik heb hem net gedaan. Ze deed hem en in mijn mond en in mijn neus. Maar ze deed hem echt twee keer in mijn neus. Dus dat was wel heftig. Nu zijn we bij spoedtest. Jeff die heeft nu zijn afspraak. En hier, hele goedemorgen. Welkom bij deze zaterdag. Ik heb gisteren mezelf echt de hele dag en nacht aan vee vastgeklampt. Ik merk toch dat ik het een heel raar idee vind dat ik een hele dag en nacht zonder haar weg ga zijn. Wat dat betreft merk ik dan toch weer dat ik echt weer dat elastiek voel. Dat ik denk, oh, ik wil eigenlijk helemaal niet bij de weg. Het is dat het goed voor ons is, maar anders dan zou ik een stiekem meenemen. Oh ja, mijn moeder heeft hier een kerstboom. Kijk even hoe leuk. Oh, helemaal wazig. Kijk hoe leuk. Moet nog wel verstuurd worden, maar dat gaan we misschien zondag doen. En papa met kleine popkindje. Dus ik ga even kolven, ontbijten, spullen pakken. En dan gaan we weg. Ik mis je nu al. Hola. Nou, ik heb afscheid genomen van ons liefdesbaby. Ik vond het wel even lastig. Ik heb ook echt vier keer gedag gezegd. Eerst mijn schoenen aan, toen toch maar nog een kutje geven. En nog een knuffel. Maar we zijn er dan echt. De Veluwse Bron. Ik denk dat hier ergens de ingang moet zijn. Ik heb geen idee. Is dat hier? Of ik denk daar, ja. We zijn geen personeel. Het is echt tand toe koud. Dus ik vind het wel echt het perfecte weer. Wow. En er was ijzel. Jeff heeft ons goed hierheen gebracht. En goed geparkeerd. Kijk even om voor de thumbnail. Duimpje omhoog of zo. Ja. Ik weet niet of ik die ga gebruiken als thumbnail. Maar hè, voor het idee. Heeft hij ook wat gedaan. Nee, dus ik vind het echt het perfecte weer voor de sauna. Lekker koud. Lekker in de sauna. Wow, het is wel druk. Lol. Eerlijk, ik heb hier echt geen woorden voor. Ik snap niet wat mijn hoofd de laatste tijd doet. Dit is echt all to blame on me. We moesten bij de Zwaluwhoeve zijn, niet bij de Veluwse Bron. Dus ik kom er aan met mijn reservering en zo. En wij staan daar netjes in de rij. Totaal de verkeerde. Nou, dat zal wel iets langer rijden zijn naar Airbnb straks. En die vrouw die zei ook zo van, ja, dat is de Zwaluwhoeve. Ja? Oh. Ik had nog een beetje hoop. Ik dacht, misschien heb ik het toch goed. Maar we stappen weer in de auto en door naar de andere sauna. Ik voel me zo dom. Niet normaal. Maar ja, en door. Echt, ik weet niet wat mijn hoofd de laatste tijd doet. Ik vind het zo dom. Ik keek ook wel op die bevestiging en toen dacht ik, volgens mij staat hier een andere sauna. Toen dacht ik, het zal toch niet. Ik heb dit toch dubbel gecheckt.
En die Airbnb is dus ook dichter bij deze zone. Dat is 8 minuten hier vandaan. En nu is het een half uur in 8:08. Waarschijnlijk. Ongeveer. Maar ja. Ik had ook echt zoiets van, oké, dit vind ik zo kut. Maar toen dacht ik, oké, nu moeten we meteen snel schakelen. Want anders blijven we hier veel te lang in hangen. Meteen door. Dus nou, de auto is nog warm, dat scheelt. Dankjewel voor your patience, liefde. Ik ben Jeff nu al fucking lang aan het pesten dat hij tegen een boom aangereden is met de auto. Gelukkig niet heel veel schade. Bij deze mag Jeff mij terugpesten met... Bij de verkeerde sauna. Dus Jeff zei net ook van, doe jij de route? Ik zeg, vertrouw je mij daar nog op? Blijkbaar is het vertrouwen er nog wel. Is dit dom, naïef? Of is dit goed vertrouwen? Ik hoop dat we nu wel uitkomen bij de goede sauna. Even kijken hoor. Ik voel me zo dom. Hier naar buiten. Volgens mij gewoon via dezelfde, want daar is toch ook een slagboom. Oh ja. Oh my god. Nou, ik heb mezelf onderweg nog een paar keer lopen vervloeken. Maar we zijn er. Maar ik voel me pas gerustgesteld als die reservering binnen is. En als we binnen zijn en ze zeggen je reservering is goedgekeurd. Een woord vervolgd. Hola, nou, we hebben een heerlijk dagje sauna gehad. Ik ben ook naar het dompelbad geweest. Het was heel lekker en heftig. Een dompelbad, want ik had daarna het idee voor een warme douche. Maar de douches waren koud. Dus. Ja, ik vind deze spiegels echt heel erg leuk. We zijn de laatste. Dus we moeten maar naar beneden gaan. Want Jeffrey is altijd het nette jongetje. En die zegt dan... Ik haat het om altijd de laatste te zijn. En I don't really mind. De mensen die niet weg willen gaan, zeg maar. That's us. That's you. That's me. En nu gaan we straks sushi bestellen en nog naar de Airbnb. Hola, we zaten net echt bij een fucking enge weg. Dus Jeff vond het eigenlijk niet heel chill om te rijden. Dus ik ga nu het laatste stukje rijden zo. We zijn even gestopt bij een Albert Heijn om nog even snacks te halen. Dus dat is wat chill. Maar ja, volgens mij mag je hier officieel niet parkeren. Alleen als je een bezoeker bent van Electronic nog iets. Dus ik wacht in de auto op Jeff. En dan gaan we zo sushi bestellen. Ik zag bij Sushi Point dat ze daar vegan sushi hebben. Ik ben heel benieuwd. Wel wat duurder. Dus ja, we moeten even kijken of we het daarover eens worden. Maar Jeff was net aan het rijden. Dus ik dacht, ik kijk alvast. Want er waren echt iets van 6 sushi restaurants opties. Dus ik dacht, ik ga alvast kijken wat het eventueel kan worden. Want meestal doe ik Jeff niet zo moeilijk over welke soort sushi restaurant het is. Maar ik wel, want voor mij zijn er minder opties. Dus dan wil ik natuurlijk wel het sushi restaurant met de lekkerste opties. Oh, ik heb hier 2 handen voor nodig. Of niet? Even de stoel goed stellen. Wie kent deze struggle als je een partner hebt die een andere lengte heeft? Dus ja. Dus ik kan eigenlijk niet wachten tot we bij die Airbnb zijn. Ze had ook al een berichtje gestuurd van hoe laat kom je aan? Toen dacht ik, shit, dat had ik niet gezegd. Dat is echt al gestuurd om 12 uur of zo. Maar ja, toen zaten wij in die sauna, dus... Ik had geen telefoon bij me. Maar sauna was echt top. We gingen trouwens naar een naaktsauna. Sommige mensen zijn daar benieuwd naar. Ik vind het echt ranzig om met je badkleding naar sauna te gaan. Want al je zweet komt dan in je badkleding. Maar ik vond het echt lekker. Ik ben echt wel weer een beetje bijgekomen. Het was niet onze favoriete sauna ooit. Het was de Veluwse Bron, als ik het goed zeg. Wacht. Of gingen we naar... Oh my god. Het was of Zwaluwhoeven of Veluwse... Nee, Veluwse Bron waren we eerst. En dat was verkeerd. Somehow houd ik deze nog steeds door elkaar. En toen gingen we dus naar de... Niet Veluwse Bron, maar de Zwaluwhoeven. En het was op zich wel chill. Maar Jeff en ik vonden het wel een beetje een doolhof. En er stond echt nergens een platte grond bij. Die zou je dan in het begin moeten krijgen. Nou ja, hebben we niet gehad. Dus we vonden het op zich wel oké. Maar we vonden het wel tegenvallen ook qua eten. Er waren niet heel veel vegan opties. En het was toch minder vers dan bijvoorbeeld een Thermisch Oesterberg. Dus ja, dus we vonden het echt wel lekker. Lekker bijkomen, maar we zouden de volgende keer denk ik wel weer naar een andere sauna gaan. Dus dat is mijn persoonlijke review. Maar ik vond het wel echt heel lekker om daar geweest te zijn. Ik vond het wel een mooie sauna, maar gewoon niet heel overzichtelijk. We hadden echt geen idee waar nou wat was. En wel aardig personeel, want die hebben ons dus geholpen met de kolfruimte of met de EHBO-ruimte. Dus dat vond ik wel heel erg lief. Dus ja, dat... En ik kan echt niet wachten om naar die Airbnb te gaan. Dus ik ga stoppen met vloggen. En het eerstvolgende shot zijn we waarschijnlijk in onze kamer bij de Airbnb. Ik ben ook heel benieuwd wat Jeff ervan vindt. Want ik heb dus als verrassing hem niks laten zien. Dus ik zei ook van, nou, je ziet het maar als we er zijn. Dan hoop ik wel dat hij niet torenhoge verwachtingen heeft. Want echt, alle Airbnbs waren bijna vol. Ik heb echt 2 uur gedaan over eentje boeken.
Dat was echt niet te doen. Ik wilde eigenlijk eentje met een bad, maar dat is niet gelukt. Maar ja, we zijn de hele dag al in bad geweest, dus op zich mag niet klagen. Dus je ziet het wel zo. Ik ben benieuwd. Nou, de stad, joh. We kwamen hier aan. Echt, we kwamen hier zo aan. Toen dachten we, oké. Jeff die wist natuurlijk ook niet waar we gingen slapen. Dus die zei al, gaan we in een caravan logeren? Die had echt zoiets van, oké, waar de fuck gaan we heen? Dus we kwamen zo het erf op. Toen was het echt van, oké, wat de fuck is dit? Maar het is hier. Nou, wat vind je ervan eigenlijk? Heb ik nog helemaal niet gevraagd aan jou. Ziet er lekker. Ja? Had je niet in het begin zoiets van, holy shit, waar gaan we heen? Ja, ik was veel verdomme dat we in de Rijnlanden zijn. Dus ik zei al tegen Jeff, ja, leuk in een caravan of met een tentje op het eiland. Toen dacht ik van, even kijken, ik ben vol. Ja, Jeff zei al van, dat ga je toch niet menen, dat wil ik echt niet. Dus toen kwamen we hier. Maar... in mijn ogen, ik vind het er echt super leuk uitzien. Het is hier netjes een keukentje. En hier een klein badkamertje. Met spiegel. En hier helaas geen bad. Maar hè, je kan niet alles hebben. Ik kan niet alles. Dat wist ik al wel. En hier een soort van kleine living room. Super cute. Met een raampie. En een slaapkamer. En een eettafeltje. En morgen wordt er ontbijt op bed gebracht. Dus ja, ik vind het wel een schattig kamertje. Ja, ja, ontbijt voor de deur. Leuk toch? I like it. En als jij het niet leuk vindt, dan kun je in de auto slapen. Robinson aan. Sushi is er. En we gaan ervoor. Mijn man. Nou, wordt flink gelachen hier. We hebben net de film Christmas Drop gekeken. En nog jus d'orange genomen. Ik vond hem niet heel lekker, maar je vat hem gauw bij de winkel. En we hadden nog grootse plannen, wat nog chips mee en zo. Maar ik had er eigenlijk geen zin meer in na die sushi. Ik vond de sushi ook niet heel erg lekker eigenlijk. Of tenminste, ja, gewoon niet zo lekker als we gewend zijn of zo. Dat was heel boos. Huh? Nou, ik was niet heel boos. Nou, ze waren er wakker mee vergeten. En ja, wat dat betreft ben ik misschien echt wel een beetje hard of zo. Maar die vrouw die zei ook van, ja, sorry, maar we kunnen korting voor de volgende keer geven. Toen zei ik, ja, sorry, maar daar heb ik niks aan. Want we komen hier niet uit de regio, dus we gaan nooit meer bij de sushi ding bestellen. Toen zei ze vervolgens, oké, dan is korting goed, toch? Nee, toen zei ze eerst van... van ja, dan geef je €4 terug. Want zo duur was die wakker mee. Toen dacht ik, ja, maar dan wil ik eigenlijk... want het was best wel dure sushi. Dus ik, nou, dan wil ik eigenlijk wel korting op de bestelling. Ja, voor de volgende keer dan. Ik zeg, nee, daar hebben we niks aan. Want we wonen niet in de buurt. Ja. En toen op een gegeven moment, toen zei ze... oh, maar hoezo extra geld dan? Of kunnen we niet voor deze keer laten? Want de bezorger was het gewoon vergeten. Dus ik, ja, maar... ik ben niet helemaal tevreden over mijn bestelling. Dus ik wil dan toch graag dat het gecompenseerd wordt. Ja. En nou, toen is het wel akkoord, maar ik weet niet. Ik ben wat dat betreft altijd wel hard in. Voor de volgende mensen die hier gaan bestellen bij de sushi restaurant, krijg je spuug erin. Oh ja, dat ze denken dat we hier wonen. Nee. Nee, dat valt wel. Nee, nou, ze klonk wel heel aardig aan de telefoon. Dus ergens dacht ik ook van, ja, ben ik dan niet te hard? Maar toen dacht ik, ja... ik heb nu geen werk. En toen dacht ik, ja, ergens komt het ook wel weer goed uit als we gewoon een nette korting krijgen. Het viel ook wel weer mee. Het was €4 voor de wakker mee of zo. En ik zei. Dat ze niet weer helemaal, het was zo'n 20 minuten, 50 minuten. Ja, ze zei, ja, het kost ons heel veel geld en tijd als we nog een keer die wakker mee moeten brengen. Toen dacht ik, ja, dat snap ik wel, maar eigenlijk had hij er gewoon bij moeten zitten. Dus ja, ik weet niet, ik vond het dubbel. Maar goed, ik heb korting gekregen in geld. En niet korting voor de volgende keer. En ik zal geen negatieve review achterlaten. Ik zal het bedrijf ook niet noemen. Dus zo ben ik dan ook wel weer. Dus zo'n kutwijf ben ik nou ook weer niet. Een beetje kutwijf, maar... Bestel je je sushi met korting als je code Edina Sushi gebruikt? Nee, dit gaat geen gesponsorde video worden. Door... nee. Ik ga slapen. Ik weet niet wat jij gaat doen. Maar ik ga slapen. Dus bedankt voor het kijken naar vandaag. Ik vond het toch wel... ja, gek. Aan de ene kant
echt zeg maar niet zo leuk om zonder Fleetje te zijn. Want ik mis het ook wel op mijn manier of zo. Maar aan de andere kant is het ook wel weer heel lekker om te voelen hoe het onbezorgde leven ook weer zonder kind is. En dat je denkt, oh ja, dingen kun je wel even makkelijker gewoon gefocust op jezelf doen zonder kind. Ook bijvoorbeeld nu een film kijken. Normaal gesproken worden we echt... Ja, wordt Vee ook wakker van ons natuurlijk, omdat we in zo'n kleine ruimte zitten. En ja, moet je gewoon 3 keer naar boven nog, terwijl je midden in een film zit. Dus je kijkt dan toch minder makkelijk een film. En nu keken we gewoon een film. En eerst Expeditie Robinson zonder storen. Of nou ja, 1 keer storen, want sushi was er. En toen film zonder onderbrekingen. En toen dacht ik, oh ja, dit is ook wel weer chill om een keer weer mee te maken. Dus, en vanavond gaan we... Als het goed is, een hele nacht beleven zonder 1 keer wakker te worden tussendoor. Daar kijk ik eigenlijk ook wel naar uit. Want Vee wordt de laatste 3 of 4 keer wakker per nacht. Maar ik kijk er ook wel weer heel erg naar uit om weer terug te gaan en er dan weer te knuffelen. Nee. Want we hadden het net even over Vee en toen dacht ik echt van, oh my god. Ik mis dat kleine vroeltje. Dus ja, ik denk dat het ouderschap is. Dat je soms heel erg kan genieten van... me-time en dat je denkt, oh, even rust zonder kind. Maar dat je ook wel weer de seconde dat je kind weer terug gaat ophalen of zo, dat je dan denkt, oh my god, ik kan niet wachten om mijn kind te knuffelen. Ja. Je mist het, maar tegelijk dan denk je, oh, deze tijd zonder iets te moeten. Zeg. Ja, en ik moet zeggen, we mogen hier ook wel van genieten, want dit is echt de 2e date sinds Vee geboren is. En dat is nu bijna 8 maanden geleden, dus we hebben ongeveer 1 date per 4 maanden. Dus op zich denk ik, ja, dan mogen we er ook wel van genieten. Eens in de 4 maanden, denk ik zo. Yeah. Wat dat betreft. Ja. Wou je nog wat toevoegen? Nee, niet echt. Oké, nou de ballen. Bedankt voor het kijken. Doei.